Zoals je ziet ben ik niet alleen met de schapen bezig, maar ook met de moestuin van de school waar ik werk, de Keerkring, de VSO hier vlakbij. Ik heb voorlopig allemaal dingetjes gezaaid. Ja, de kinderen zijn er niet, dus ik moet het zelf doen. Dat is niet zo erg. Als ze straks komen, kunnen we daarmee verder. Leren schoffelen en dat soort zaken. Dat is leuk. En ik ben nou voorgestekte pakzooiplantjes aan het planten. Poten bedoel ik. Dat ga ik nu een beetje doen. En zo staan er nog meer. Ze weten er eigenlijk al van. Aardappels zo, je kunt het zien. Dus ja, dat doe ik ook hier. Dus ik ben niet alleen vrijwilliger, maar ik heb hier ook een stuk tuin. Die ik samen met een andere juffrouw doe, juffrouw Ellen. Die maken we hier de tuin voor de Keerkring, zodat ze daar wat kunnen van leren. Dus dat eigenlijk. Dus ik ga weer even door. Dus nou ben ik het even aan het uitzetten. Pakzooi, ik hoop dat het lukt, want het gaat altijd heel wild groeien. Het ziet er nooit zo mooi uit als in de winkel. Maar dat geeft niet. Het is niet minder lekker. Makkelijke groente, lekker om te wokken. Knoflookje, uitje, peper en zout. Even wokken, het is klaar. Het is heerlijk. Heel veel vitamines zitten erin. Dus ik zou zeggen, eet ze. Beetje de klontjes fijn maken. Adem een beetje rullen. Dan denk je, waarom doet hij het nou met de handen? Ik ben even een schepje vergeten, daarom. Nou, hier staan aardappels. De aardappelen, deze rij en deze rij. Voor de kenners die kunnen dat wel zien. Deze rij ook nog een deel. Hier zijn de tuinbonen. Moeten nog natuurlijk groeien. Er zit er nog geen boontje aan. We komen hier bij de spersiebonen. Een beetje vroeg geplant, dus het duurt wat langer. Ik heb er wat nieuwe tussen gezaaid bij die stokjes. En die stokjes is eigenlijk voor de kinderen, zodat ze weten dat ze daar niet moeten schoffelen of daar geen vuil moeten trekken. Want anders trekken ze misschien nog een plantje eruit, dat is zonde. Hier staat wat courgette. Dat is dit plantje. Dit. Dat heb ik nog meer gezaaid, maar dat komt niet allemaal op. Dus dat is ook maar afwachten. En misschien ga ik er wat anders tussen zetten later. Hier ook nog wat courgette. Dan komen wij bij een paar verdwaalde aardappelen van verleden jaar. Die hebben hier gestaan. En ik heb hier andijvieplantjes. Dus die komen al aardig op. Hier ook nog wat aardappelen. Heb ik hier die minuscule plantjes hier. Dat zijn spruitjes. Nou, die zijn erg lekker. Maar als ze straks wat groter zijn, moet ik ze ook uitzaaien. En dan hebben we straks in de winter lekkere spruitjes. Nou, hier ook weer een paar verdwaalde aardappelen. En hier ga ik de pakzooi zo meteen in de grond zetten. Ik heb ze weer uitgezet. Dus ja, je weet. Dan hebben we hier dahlia's geplant. Die komen nu op. Dahlia's. Nog een aardappelplantje. Hier nog een aardappelplantje. Nou, dat moet nog meer, want er zit heel veel in. We komen hier bij een bed gladiolen. Die komen ook al aardig op. Ik vind een gladiool een prachtige plant. Trouwens, dahlia's ook. Eén stengel met zoveel bloemetjes. Ik vind het schitterend. Hier ook met de dahlia's. Die komen ook op. En dit bed is eigenlijk een schoffelbed. Om te leren schoffelen. Hoe ze moeten schoffelen. Dat is dit bed. Hier staat eigenlijk niks in. Maar is gewoon om te oefenen. Nou, die bloemen gaan ook allemaal naar school. Knippen we af, zetten we daar in een vaas. En als de rest ook komt, ja, dan gaan we dat op school verkopen of meegeven. En ik eet zelf ook wat. En juffrouw Ellen ook. Dat was het. Dus ik ga verder. Ik hoop dat we het doen. Blijven groeien.